We staan vandaag op een hele bijzondere, een zeer bijzondere, respectvolle plek. Hier liggen de Amerikanen begraven die gestreden hebben tegen de Duitsers. Ik ben momenteel op de locatie in Luxemburg en dit is een van de velden die in Europa zijn, waar Amerikaanse soldaten, GI's, zijn gestorven voor het bevrijden van Europa. Battle of the Bulge, december 1944. Ardennes offensieven in december 1944. Wordt als een van de bloedigste strijd van de Tweede Wereldoorlog genoemd, met als dieptepunt voor het Amerikaanse leger. Het bloedbad van Melmady, dit was een oorlogsmisdaad in de Tweede Wereldoorlog waarbij 84 Amerikaanse krijgsgevangenen werden gedood door de Duitse Weermacht. Het bloedbad vond plaats op 17 december 1944 door soldaten van een Duitse gevechtseenheid tijdens de slag om de Ardennen. Dit bloedbad was het onderwerp van een rechtszaak tijdens de Dachau-processen in 1946. Uiteindelijk werden Kampfgroep Peiper, dat waren 42 Duitse beklaagden, schuldig bevonden aan het bloedbad van Melmady en veroordeeld tot de doodstraf door ophanging.
Veel Amerikaanse soldaten stierven in de koude decemberwinter tijdens vechten van de bevrijding van Europa. Slachtoffers van de slag om de Ardennen, Amerikaanse leger. Gedood 19.276, vermist personen 21.144, gewond 47.139. Totaal verliezen aan Amerikaanse zijde is 87.559.